Goedendag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Q-Time. We staan aan het begin van een nieuw seizoen van Q-Time. Dat wil zeggen dat we ook weer elke week hele interessante gasten hebben. We praten over een evenement of een organisatie die actief is in Suriname en die zich dienstbaar maakt voor de gemeenschap. En vandaag starten we het programma met een heel erg interessant onderwerp. En dat is namelijk een Mental Health Conference. Het is een Mental Health Conference die de nadruk legt op de heren, men, dus men van mental wordt onderstreept. En het is een compleet virtuele conferentie. Ja, na corona is de wereld een beetje veranderd en de virtuele, digitale en technologische ontwikkelingen die maken het makkelijker voor mensen om evenementen te organiseren en om bij te wonen en ook minder kostbaar. Dat is natuurlijk allemaal heel prettig. Vandaag praten we met Melanie. Zij is de project manager van de organisatie die hierover gaat. En de naam van de organisatie is The Achiever is the Believer. Ik moet wel goed zeggen, hè? Dus we gaan een babbeltje maken met Melanie om te praten over de Mental Health Conference die op 10, 11 en 12 oktober digitaal zal worden georganiseerd. What we need is a little Q-time. Goeiedag Melanie, welkom erbij. Hi, goeiedag. Ik vind het heel fijn om dit met jullie te mogen delen. Oké, het is ook heel erg belangrijk, hè, dit onderwerp. Maar laten we eerst even teruggaan naar de organisatie die het mogelijk maakt. The Achiever is the Believer. Wat voor organisatie is dat? Hoe lang bestaan ze al en waarmee houden ze zich bezig? The Achiever is the Believer is dus een stichting. Die is opgericht door de heer Donaghy Malone. Dat is op 14 oktober 2016, dus we zijn er al een poosje. En het doel van de organisatie is het bieden van motivatie en educatie mogelijkheden. En dat doen ze dus middels het houden van motivatiesessies, het verzorgen van trainingen en het uitvoeren van diverse sociale projecten, waaronder dat waarover wij dus zo gaan praten. Ja, oké. Ze zijn dus nu al 6 jaren bezig. Ik heb heel eerlijk nog nooit van ze gehoord. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk, ik weet niet alles. Ja. Maar ik vind het wel interessant dat er een conferentie wordt georganiseerd die zich eigenlijk speciaal richt op mannen. Wat is daar de reden van? Oké, dus het is namelijk zo dat tijdens de pandemie mentale gezondheid, dus het belang daarvan meer naar boven is gekomen. En we hebben gezien dat diverse organisaties, stichtingen, workshops, trainingen, infosessies hebben georganiseerd de afgelopen 2 jaren. En wat ons is opgevallen is dat er meerendeels vrouwen komen en niet zozeer de heren. En we hebben dus gemeend, we hebben elkaar nodig, zowel de mannen als vrouwen. Dus vanuit de stichting is er dus besloten dat er een Mental Health Matters conferentie wordt georganiseerd, waarbij we dus een veilige omgeving creëren, zodat mannen dus echt de nodige informatie ook kunnen krijgen voor waarom dit onderwerp echt belangrijk is. En ik wil dus ook even de nadruk erop leggen waarom we ervoor hebben gekozen om het virtueel te doen, is om de heren in de gelegenheid te stellen, indien ze dat prettiger vinden, om anoniem te kunnen inloggen. Dus om niet gelijk fysiek bij elkaar te komen, maar dat we het even virtueel doen en een veilige omgeving voor ze creëren waar ze zichzelf kunnen zijn en vrij kunnen praten over de uitdagingen. Oké. Waar de pandemie allemaal niet goed voor is, hè? Want voor de pandemie hadden we nooit bedacht dat dit het zou gaan worden en dat mensen inderdaad ook zouden kunnen meedoen zonder eigenlijk helemaal aanwezig te zijn met gezicht, stem, precies, geluid, lichaam, maar gewoon via een scherm. Dus ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen natuurlijk, hè? Want fysiek bij elkaar zijn geeft altijd wel meer energie. Dat sowieso. Maar ik kan me voorstellen dat je zegt van oké, is goed. Voorzichtig eerst even voelen hoe het is. Ja. Incognito is misschien ook wel goed. Heeft de organisatie The Achiever is the Believer eigenlijk onderzocht wat de reden is waarom alleen vrouwen naar dergelijke conferenties en bijeenkomsten komen? Want ik denk dat het wel belangrijk is om dat goed te onderzoeken, om eigenlijk te weten hoe je de andere groep approacht. Ja, ik moet eerlijk zeggen, zo'n onderzoek is vooraf niet per se gedaan, maar we hopen in elk geval met de conferentie wel wat meer inzichten hierover te krijgen. Omdat bijvoorbeeld bij de workshops, we hopen dat die erg interactief zijn,
zodat de heren dus ook kunnen aangeven wat zijn hun pijnpunten, wat houdt ze tegen om zich open te stellen. En zo ook bij de discussiepanels die in de avond gehouden zullen worden, zullen we proberen om ook daarop in te gaan. Hoe komt het dat merendeels vrouwen hierover praten en niet zozeer de heren? Ja, oké, okay, kijk. Gezegd en gezwegen, er heerst sowieso een macho-cultuur. Ik heb wel het idee dat met de nieuwe generatie die zeg maar opkomt, dat dit minder een probleem is. Ja. Dat denk ik, maar nogmaals, dat zijn aannames. Hè? Als het niet onderzocht is, dan kan je het nooit zeker weten. Ja. En dan vraag je dus inderdaad af, oké, okay, als inderdaad de jongere generatie wat minder in de taboesfeer leeft en wat meer durft uit te komen voor wat hun eigen status en van mental health voornamelijk is, dan komt het misschien wel goed, want ze durven erover te praten of om hulp ja. te vragen. Maar dan praat je eigenlijk ook over de groep die dat niet doet, want dat is eigenlijk de groep die het harder nodig heeft. Klopt. Hoe bereiken jullie die? Hoe zullen jullie ze overtuigen dat ze inderdaad hier ook wat aan zullen hebben? Nou, ik zou zeggen, we have to take it day by day. En ja, kijk, so we hebben sowieso gemerkt in ons netwerk, want we praten erover en je begint dus bij de mensen die het dichtst bij je zijn, dat die behoefte er sowieso voor is. Het is er. Maar ja, zoals ik al zei, die durf is er gewoon nog niet om zo vrij met iedereen erover te praten. Ja, kijk, wij vrouwen, we praten makkelijk, hè? We praten de hele dag. Je wordt ook gewoon verweten, je weet toch, vrouwen praten de hele dag. Maar dan moeten misschien andere dingen doen. Dus het is wel misschien wel belangrijk om toch even te kijken, oké, mannen, testosteron gehaald is hoog. Misschien moeten ze of eerst naar sport kijken, of eerst, weet je, rubbertje vechten voordat ze inderdaad open up. Daar ben ik het sowieso ook mee in. De situatie, de omgeving waarin je ze zet, speelt ook een rol, ja. Mm. Kijk, wij vrouwen vinden het leuk om een wijntje te gaan drinken, misschien bij elkaar te komen, misschien een spa die ervan maken, dat soort dingen. Maar voor de mannen is het een hele andere setting, ja, die gecreëerd moet worden. Ja, klopt. Maar goed, laten we even naar het programma gaan. We gaan zeker cultuur van de mannen niet in één conferentie kunnen veranderen. 10, 11 en 12 oktober, dat is een, volgende week, maandag, dinsdag en woensdag, zijn er op alle drie dagen twee conferenties. Hè? Eentje s'morgens en eentje in de middag. S'morgens zijn het de workshops. En de workshops die zijn eigenlijk alleen voor heren, als ik het goed van je begrepen heb. En om 7 tot 9 uur 's avonds hebben jullie live via Facebook, dus echt de bijeenkomst, zeg maar. Zou je even het programma met ons kunnen doornemen? Wat zijn de onderwerpen die besproken zullen worden in de ochtend- en de avondsessies? Dus op 10 oktober beginnen we met de workshop Suicide Intervention and Prevention. Dus alle workshops in de ochtend zijn dus van 9 tot 12. Suicide Intervention and Prevention wordt geleid door de trainer Sylvia Jacobi. Op 10 oktober hebben we de training Anxiety Management. Die wordt geleid door mevrouw Judith Lochem. En 12 oktober Mindfulness During Crisis door life coach Victor Jones. En in de avond tussen 7 en 9 hebben we live discussiesessies waar we gaan praten over onder andere hoe moet je omgaan met uitdagende situaties, mentale gezondheid en de pandemie, hoe dat effect echt op ons allemaal heeft gehad, mentaal. En als laatste op 12 oktober, en ik moet zeggen met de mensen die ik heb gesproken, een heleboel mensen kijken uit naar deze discussie, hoe dames de mannen kunnen helpen om zich veilig te voelen en zich open te stellen voor ten aanzien van hun emoties. Oh jee, ik hoor het al. Heel spannend. Maar oké, okay, maar die is eigenlijk voornamelijk voor de dames en niet voor de heren. Hoe we die van 12. Ja. Dus hoe kunnen maar we de tips zijn voor de vrouwen, toch? Ja. Correct, ja. Ja, oké. Okay. Is de hele conferentie, behalve die van 12 oktober in de avond, alleen voor de heren toegankelijk? Of mogen er ook wel dames meedoen? Ja, nee, dus de workshops morgens alleen voor heren en de discussie. Het is live, dus iedereen is welkom om het te volgen. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen het volgen. En zo ook middels de comment sectie hun vragen stellen, hun mening met ons delen. Want die informatie is belangrijk, ja. Ja,
Oké. Moeten de mensen zich van tevoren registreren? Zijn er kosten verbonden aan meedoen? Ja, dus omdat SAAA, even aan te geven waar dat voor staat, Suriname America Alumni Association, omdat zij dit mogelijk voor ons hebben gemaakt, is de conferentie geheel gratis. En we vragen wel dat voor de workshops, er komt wel een registratielink, alleen zodat we een indicatie hebben hoeveel participanten we kunnen verwachten. Maar voor de rest wordt er dus niets gedaan met die informatie. Nogmaals, het is een veilige omgeving, dus de heren hoeven niet bang te zijn om zich op te Mag geven. anoniem. Oké, Ja. hoe worden de workshops gegeven? Is dat via Zoom-platform of Meet? Of hoe gaat Via dat dan? Zoom, Via ja, Zoom. alles geschiet via Zoom, ja. Oké, en de live Facebook, daar moet je gewoon in principe inloggen. Als je op de live feed klikt van Ja, we gaan hoe beide gaat het, hoe gaat mogelijkheden het, best. hoe gaat de page heten? Ja, het gaat via de Facebook-page van de Achiever is the Believer zijn. Maar de mensen krijgen ook de optie om gewoon in de Zoom in te loggen. Je had weliswaar dus niet mee kunnen doen aan de discussie. Maar je kan wel je vragen nog steeds in de comments plaatsen. En die zullen we dan, de moderator zal die dan delen met de mensen die volgen, de kijkers. Oké, maar dus de live Facebook-sessies, die zijn eigenlijk ook via Zoom, maar dan gewoon wel op Ja. Facebook te volgen. Duidelijk. Yes, Oké, yes. en de registratie is tot en met die dag open? Ja. Men kan zich gewoon anytime nog opgeven. Oké, de workshops die van de ochtend, die zijn voor de heren. En de discussies, daar mogen iedereen aan meedoen. Oké, we zullen nog een keer het schema van de onderwerpen en de dagen laten zien. Melanie, heel hartelijk bedankt voor de informatie. Succes met deze conferentie. Ik Ja. vind het heel spannend. Ik ben benieuwd. Ik hoop ook daarna het resultaat te mogen delen met jullie, zodat jullie ons vertellen wat jullie de belangrijkste les Wat we eruit hebben die jullie gehaald. eruit Ja, hebben zeer gehaald zeker. is. Ja. Ja. Oké, succes met de organisatie. Dank je wel. Oké, Dank je. is goed. Bye. Dat was een heel erg interessant babbeltje met Melanie van Ommeren. Zij is de projectmanager van de virtuele conferentie. En de virtuele conferentie is de Mental Health Conference met een nadruk op men. Dat wil zeggen, het is een mental health conferentie gericht op de heren. En de organisatie die achter dit evenement staat is The Achiever is the Believer. Het is heel erg interessant. Het programma is opgedeeld in 3 dagen en 2 sessies per dag. In de ochtend zijn er de workshops voor de heren en in de avond zijn er discussies via Zoom, live op Facebook te volgen voor iedereen die dit onderwerp interessant vindt. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.